Dag Erwin Blom hier van Fast Moving Targets. Ik wil je laten zien hoe co-schedule werkt en waarom het interessant is voor Fast Moving Targets. Er zijn veel tools voor WordPress, dat is waar Fast Moving Targets mee werkt, waarmee je kalenders kunt maken, waarmee je als redactie kunt communiceren over de dingen die je doet. Dat is mooi, maar een belangrijk ding wat ik zelf mis en wat ik zelf onhandig vind, is eigenlijk het schedulen van met name je social media berichten. Dus je Twitter berichten, je Facebook berichten, et cetera. En het is nu eenmaal zo dat als je één blogpost nu plaatst, dat het wel verstandig is om nog een paar keer de aandacht voor te vragen, om de kans zo groot te maken dat zoveel mogelijk mensen je bericht zien. Co-schedule helpt daarbij, naast dat het helpt bij het, bij het regelen van je redactiezaken. Je ziet hier de voorpagina, co-schedule.com, ga daar nog eens kijken, dan kun je ook een filmpje zien. Maar ik beperk nu eventjes tot het dashboard van Fast Moving Targets. Je kunt op twee plekken co-schedule gebruiken. De eerste plek is gewoon op de normale wijze. Je kent wellicht WordPress. En bij WordPress kun je posts plaatsen. En stel ik ga een nieuwe post schrijven. Dan doe ik op deze manier. En ik ga bijvoorbeeld zeggen dat currently een dienst waar we over gepubliceerd hebben uit beta is. Nou, dit artikel zou ik dan gaan schrijven. Nou, dan vul ik het hele verhaal aan. Alle dingen die normaal bij WordPress horen. En dan ga ik naar beneden en dan kom ik daar co-schedule tegen. En wat ik bij co-schedule kan doen, is mijn social media berichten gaan inplannen. Dus ik zeg hier, create your first social message. Nou, wat kan ik dan doen? Ik heb hier verschillende accounts aangekoppeld. Ik heb Facebook gekoppeld. Ik heb Google Plus gekoppeld. En je ziet hier bijvoorbeeld ook Twitter gekoppeld. Dus ik kan zeggen van, ik wil dat er een bericht met de titel van deze blog verstuurd wordt op hetzelfde moment, same day as post, same time as post, als dat het blogpost live gaat. En ik wil er ook nog een link bij natuurlijk. Dus ik zeg ook nog eventjes voeg. En dat zie ik, kan je hier rechtsonder doen. Voeg de permalink toe. Dus de titel en de link zijn nu het Twitterbericht geworden. Dus ik voeg het toe en zeg add message to post. Nu staat die klaar om gepubliceerd te worden. Maar ik heb bedacht dat ik nog meer keren aandacht voor dit artikel wil vragen. Dus ik zeg new message. En ik doe dat nog een keertje bij Twitter, het Fast Moving Targets account. Maar ik wil niet iedere keer met dezelfde titel komen. Dus ik verzin nu even een nieuwe titel. En zeg ik nu, currently is sneller dan de Telegraaf. Want dat zag ik recent gebeuren. Ik heb nog steeds wel de link naar het artikel nodig. Dus ik klik hier rechtsonder op permalink. En vanaf dat moment staat hij klaar en ga ik nog even bedenken wanneer moet dit uitkomen. Nou, wat mij betreft mag dit op dezelfde dag als de post uitkomen, maar een paar uur later. 5 uur nadat de post uitschrijft wil ik nog weer een keertje aandacht voor dit bericht. Ik voeg dus toe, add message. Nou, dan zou ik natuurlijk ook dat nu naar Facebook en naar Google Plus kunnen sturen. En nog één keertje, want ik wil het altijd gewoon zeker 3 keer de aandacht voor een goed verhaal vragen. Ik doe het ook nog 1 keertje, niet dezelfde dag als de post, maar een dag later en dan 3 uur later. Dan mag voor mij best wel weer een keertje diezelfde titel en dezelfde link nog een keertje. Ik zeg add message en ik heb nu, je ziet het, 3 tweets klaarstaan die horen bij deze blogpost. Zoals gezegd, kan ik ook voor allerlei andere platforms doen, maar dit is eventjes het idee. Op 1 plek kun je je blog publiceren, je blog schedulen. En hetzelfde kun je doen met je social media uitingen. Mooi, heb ik dat gedaan? Dan zeg ik eventjes save draft. En dan ga ik je even laten zien waar de andere plek is waar je dit kunt doen. Dit is de calendar view. Bij calendar kun je kiezen uit de verschillende blogs waar je co-schedule voor gebruikt. Bij ons is dat alleen Fast Moving Targets. Dus ik klik nu even op Fast Moving Targets. En daar zie je een aantal berichten staan. En dan zul je rechtsboven zien de drafts. Hè. Dus nu zie je daar staan dat ik currently is uit in draft mode heb staan. En ook hier vanuit kan gaan bewerken. En hier zie je welke berichten deze week gepubliceerd zijn. En welke social media uitingen daarbij horen. Vanaf deze kalender kan ik dan nog allerlei dingen gaan aanpassen. Dus ik denk bijvoorbeeld, ik heb voor morgen staat er een tweet gescheduled over een artikel dat vandaag is verschenen. Ik denk, nou wil ik niet morgen, wil ik toch overmorgen. Sleep dan eventjes gewoon een dag verder. Ja, en als ik dat weer wil gaan aanpassen, dan klik ik erop. En dan kan ik zeggen wat het moment van publiceren dan wel moet zijn.
Nou, ik zet hem eventjes terug naar vandaag. Of naar morgen bedoel ik. Dan heb ik dat gedaan. Hier zie je eigenlijk het overzicht van je blogposts, van je Twitterberichten, van je Facebookberichten. Maar je kunt dit ook gebruiken om niet rechtstreeks gekoppeld aan je blogpostberichten te schedulen. Dat vind ik heel erg handig. Je kunt schedulen bijvoorbeeld ook in TweetDeck doen, maar daar heb je niet de calendar view. Dan krijg je geen overzicht. Dus als ik, we gaan volgende week naar Amerika om verslag te doen van South by Southwest. En dan kan ik nu bijvoorbeeld al een tweet plaatsen waarin ik zeg, nieuw social message zeg ik. Ik kies voor fast moving. En ik zeg in dit bericht, morgen om 23 uur live vanaf South by Southwest een top names special. Goed, die publiceer ik dan daar. Ik zet dat eventjes in de lijst. Hij staat nu alvast klaar. En zo kan ik eenvoudig een overzicht krijgen en overzicht houden van al mijn uitingen op de verschillende media. Super handig. Je kunt overigens ook nog allerlei andere dingen doen, hoor. Je kunt, als je wilt, commentaar leveren bij blogposts van anderen. Zie je dat? Of dingen die gescheduled staan. Ik kan hier nu iets gaan zeggen als iemand een bericht in draft mode heeft staan. Dus klaar om gepubliceerd te worden. Maar nog eventjes feedback wil hebben van een ander. Kan dat ook in deze omgeving. Dus co-schedule is veel meer dan alleen het schedulen wat ik je nu laat zien. Maar voor mij is met name dat schedulen, de combinatie van social media en gewone blogposts, ideaal om efficiënt te werken en goed overzicht te houden. Co-schedule, probeer het. Onze eerste ervaringen zijn goed.